Dag mevrouw Verdonk. Zo heeft u het toch graag? Opgeruimd staat netjes. Lege asielzoekerscentra. Ze zoeken het maar uit. Ik was in een kamp op bezoek bij Leonel. 17 jaar, uit Angola. Vader doodgeschoten door de politie. Niet om politieke redenen. Moeder op een landmijn getrapt. Hij woont daar met twee jongens in een kamer. Op de eerste verdieping van een lange barak. Beneden wonen de meisjes. Asielzoekende wezen. Als ze zich niet aan de regels houden, moeten ze dweilen. Het gebouw stinkt naar pis. Schoonmaken is een straf. Discipline begint met vertrouwen. Ik las op internet uw Schiphol speech. Slecht Nederlands. Holle frazen. Sussen en blussen. Leonel wilde dood. Zijn verleden kan hij beter vergeten. Zijn heden is ondraaglijk overzichtelijk en zijn toekomst uitzichtloos. Zijn simpele verlangen naar vrijheid en welvaart stuit op te veel wetten en praktische bezwaren. Hij spreekt onze taal niet, spreekt misschien de waarheid niet. Hij kent onze codes niet. Zijn lot is in handen van een harteloze gevangenisdirectrice die met de kraan opendweilt, die het ongedierte uitrookt. Wie treurt om Leonel? Opgeruimd staat netjes. Wantrouwen leidt tot kadaverdiscipline. Een aantal weken later keerde ik terug. Er hingen drie jongens bij de deur, handen in de zakken tegen de muur. Een jongen uit Peking, een uit Zaïre en een vriend van Leonel uit Angola. Leonel was weg, gevlucht, in de illegaliteit het land uitgezet. Zelfmoord gepleegd misschien, opgepakt in het land van herkomst, op weg naar een ander land. Zijn vrienden weten het niet, of doen of ze het niet weten. Of willen niet dat ik het weet. Ik loop terug naar mijn auto. Schop een cola blikje weg. Zet mijn voet op een lege chipszak. Schoonmaken is een straf. Wie kun je nog vertrouwen? Waarom ik u schrijf weet ik niet. U weet genoeg. Wil van geen wijken weten. Misschien wil ik mijn eigen parochie tevreden stellen. Of voorkomen dat ze over 50 jaar zeggen. Maar was daar dan helemaal geen protest tegen? Ben ik wel te vertrouwen? Vriendelijke groet. Freek de Jonge.